We zijn hier niet voor onszelf. Wij moeten proberen om de Heere te dienen. Ook in ons dagelijkse leven. In alles. Niet alleen zondags, maar ook door de week. Dat is het belangrijkste. Vind ik het belangrijkste punt. Als ze binnen te komen, dan ligt ze helemaal op. Dan gaat haar gezicht stralen. Ze is 86, die vrouw. Maar die heeft niemand die haar opzoekt. En op het ogenblik, ze ligt helemaal in bed, ze komt er niet meer uit. Nou, en dan ga ik twee keer in de week probeer ik een uurtje bij haar te gaan zitten. En waar praat ze dan over? Ja, ze praat wel, maar ze is erg onduidelijk. Ik kan haar slecht verstaan. En dan geef ik maar lukweg een antwoord. En dan praat ik bijvoorbeeld over haar moeder en over haar opa en zo. Hè. Want daar was ze al die erg gek op. Toen ze goed was, hè. Daar had ze al die over. En dan praat ik maar weer met hem over haar opa. En wat zou je moeder wel zeggen, weet je wel. Zo probeer je een beetje voor haar te betekenen. De ene keer hebben we veel mensen, maar het is ook wel dat we maar een man of 6, 7 hebben. Maar het is ook wel dat je, nou ja, wel een stuk of 15, 16 hebt. Heel verschillend. En wat voor mensen komen daar nou? Allemaal mensen die zo'n beetje aan de buitenrand leven. Daklozen. Mensen met problemen. En veel mensen die in zonder schuld gezeten hebben en die onder de medicijnen zitten. En soms ontzettend in de put en dan is het moedeloos dat soort mensen heb je er. Is je ook zware gesprekken met hun? Of? Het is verschillend. Sommigen heb je wel zware gesprekken hoor. Ja, zo, ja, waar gaan die dan over? Die ook, neigingen soms hebben, hè. Dat ze zeggen, wat heb ik aan het leven meer? Als mensen dan vragen van, wat heb ik nog aan het leven? Ja, hoe gaat u daar? Probeer je ze. Je probeert dan om dan toch weer eruit te halen, hè. En zeg, kom, er zijn toch ook wel mooie dingen in het leven, hè. En dan noem ik verschillende dingen ook. Zeg, nou, dat is toch mooi. Zeg, die natuur moet die eens zien. Zeg, en als je eten en drinken hebt. Zeg, dat zijn allemaal mooie dingen. Je moet, ja, dat moet ik zelf ook. Ik moet zelf de mooie dingen ook zoeken in het leven. Viermaal. Nou, dan zal ik eten naartoe gaan. Kan, dan staat ze voor iedereen klaar. En dat houdt er ook jong, denk ik. Ja. Dus, ze heeft ook sinds kort heeft ze een alarm in huis. Dus. Ja. Toen zeg ik tegen haar, natuurlijk is een kastje. Ik zeg tegen haar, waar moet het neerhangen? Ik zeg, op de fiets. Ik zeg, want je zit het meeste op de fiets. Met zulke dingen, weet je wel. Dus ik heb een hele... Als ik contact heb, het is heel goed. Ja. En dat willen we ook zo houden. Tuurlijk. Dus, ja. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Ja. Doet u vrijwilligerswerk omdat u christen bent? Of? Ja. Ja? Ja, ze vroegen me laatste keer. Hoe komt dat dat u dat allemaal doet? Waarom? En hoe kun je dat doen? Wat is de bron? Wat is jouw bron, zeiden ze tegen me. En dat was dan wel een buitenland iemand. Ik zeg, mijn bron zeg, is Jezus Christus. Dat is de bron, waar dat put ik. Anders zou ik het ook niet kunnen. Is vrijwilligerswerk nou iets wat u moet doen of iets wat u graag wil doen? Maar ik mag het doen. Nee, het is geen moeten bij mij. Ik doe het ook nooit met tegenzin. Ik ga nooit naar de mensen dat ik zeg, hè,
dat moet ik wel doen. Nee, ik ga met liefde en met plezier.